Vandaag doen we niet één, niet twee, maar gewoon drie verschillende minigames. Ik heb ze niet zelf bedacht, dat niet, maar Falco heeft ze bedacht. En die vroeg aan mij, hey, vind je het leuk om er een video over te maken? Want hij had best wel veel werk in al zijn minigames gestopt. En ik dacht, hey, dat is best wel een leuk idee. Dan ga ik gewoon drie minigames spelen die gewoon goed zijn. Want hij heeft ze al een beetje uitgelegd. Het zijn echt goede minigames. En die gewoon ook leuk zijn voor content. En dan hebben we gewoon drie games in één video. Dus ik dacht, nou, dat gaan we gewoon doen. Dat gaan we gewoon doen. De eerste minigame is 2 tegen 2 tegen 2 tegen 2. En deze is geniaal. Je ziet allemaal vlaggetjes aan de zijkanten. En wat jij moet doen, je moet eigenlijk de vlaggetjes van de andere teams kapot maken. En op het moment dat die allemaal kapot zijn, zeg maar, dan is dat team eruit. En wie als laatst al zijn vlaggetjes nog heeft staan, die heeft gewonnen. Dat is deze minigame. De andere minigames hou ik nog even geheim. Dat ga ik zo meteen, daar ga ik zo meteen met jullie over hebben. Maar als jullie trouwens zin hebben in deze video, smash dat duimpje omhoog. 5000 likes zou heel nice zijn als dat gaat lukken. En dan ga ik binnenkort denk ik nog een keer een 3 minigames in één video maken. En vergeet ook niet te abonneren en om dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. En dan check natuurlijk Bouws aan mijn kleding. Link staat in de beschrijving. Of ga naar www.bouws.nl. Maar ik zie jullie op het moment dat de eerste minigame gaat beginnen. Oké, let's go! Minigame nummer 1. En wat het eigenlijk inhoudt is vrij simpel. We kunnen hier kistjes pakken. En eentje moet even gaan verdedigen. Ik zit bij Milan Pro. En ik zal even zorgen dat ik sterk ga worden. Dan heb ik 4 krachtpunten. Elk team heeft 4 krachtpunten om sterker te worden. En hier in het midden, dit zijn de dingen die je moet verdedigen. Moet hier even verdedigen. No, we zijn nu al af. Was Milan al meteen af? En die dingen in het midden, dat moet je dus zien te verdedigen met je team. En als team moet je dus de tegenstanders, zeg maar, nou ja, fakkels, zo kan je het wel noemen, moet je dus proberen kapot te maken. Ik denk dat die ZE klep en die Falco bij elkaar horen. Oh ja, je kan natuurlijk ook je super op elkaar halen. Dat is ook handig. Maar dat team rechtsonder, die heeft nu gewonnen. En op die manier werkt het dus. Geniale minigame. We doen het nog een keer. En hopelijk gaat het nu iets beter. Oké, nieuwe ronde, nieuwe kansen. We spawnen nu precies in het midden. Ik zit met Falco. Hij heeft de spawnplek een klein beetje aangepast. Zal ik voor die kistjes gaan? Ik ga wel voor de kistjes. Oké, nou, dat was een mooie slag van Falco. Dat was al duidelijk, ik moest voor de kistjes gaan. Oké, dan ga ik dat doen. Dan hoop ik als ik terugkom dat ze er nog wel staan. Ik heb nu gewoon 4 krachtpunten. Dat is behoorlijk veel. Wat ik kan doen? Ik kan kijken of ik daar voor de kistjes kan gaan. Moet hier even uitkijken. Die zijn al dood. Ze zitten daar al weg. Of hadden ze sowieso niet aan het begin. Ik weet niet. Die James moeten we even wegkrijgen. En we moeten gewoon zorgen dat we gaan overleven. In principe is dit wel leuk. Oh, we kunnen hier nu misschien aanvallen. Ik kan hem nu hebben. Ik kan die Milan nu hebben. En nu mijn super. En nu mijn gadget erbij. En dan hier. Ik ga nu dood. Maar ik weet niet. Hadden we nu van die vuurfakkels? Nee, ze hadden daar geen vuurfakkels. Dus ze konden ook niet afgaan. Maar anders had ik ze afgemaakt. Dat was een beetje raar. Maar we gaan even kijken of wij misschien nog kunnen winnen. Want Falco die leeft nog wel. En onze fakkels stonden net ook nog. En inderdaad kunnen we dit nog winnen. Het is nu showdown. Linksboven, dat zijn wij. En rechtsonder zit nog een team, denk ik. Maar we hebben al gewonnen. Nice, we hebben gewonnen. Nice, GG. Oké, dan hebben we dit potje gewonnen. Maar volgens mij was hij vergeten een paar fakkels te... Of, huh? Die staan hier wel op deze map. Raar. Maar in ieder geval, we hebben gewonnen. En dat is wel nice. Oké, let's go. Volgend potje. Ik zit nu met TC Mats. En hopelijk kunnen we weer winnen. Ga jij naar boven? Ja, ik zal je even helpen. Oké, ja, ga maar naar boven. Ga jij maar naar boven. Ik ga je hier verdedigen. Als die Mats nou naar boven gaat... Dan wil ik hier verdedigen. Want dan heeft hij in ieder geval één van onze krachtpunten. En dat is wel chiller. Maar nu is het eigenlijk te laat. Want die Milan Pro die is daar. Wat gaat hij doen? Moet die Milan Pro even hebben. Ik zal mijn gadget inzetten. Dan heb ik in ieder geval weer wat levens erbij. Maar die Milan Pro die is veel sterker nu. Daarom moet eigenlijk één van ons meteen naar boven gaan. Oké. We hebben in ieder geval nog onze fakkels. Dat scheelt. Ik vind het wel raar. Soms gaan ze wel meteen kapot. Misschien dat we hier nu kill kunnen maken. Ik zou even... Oh, hij is al kapot. Hij is al kapot. Ik moet al gaan. Oh, lol. Ik had het wat later door. We hebben niet gewonnen, helaas. Het team linksonder heeft gewonnen. En dat was Delano en Falco. Leuke minigame. Maar we gaan door naar de volgende. Ik zie jullie als we daarmee gaan beginnen. En ik laat dan even de map zien. Oké, de volgende map is hier. En het is ook geniaal. Dit is een race met allemaal maxen. Je ziet hieronder 8 maxen met de parcours. En dat parcours moeten de maxen af gaan rennen. En er zijn 2 maxen die in het midden spawnen. En
die moeten ervoor zorgen dat de Max het niet gaan halen. En jij als Max moet proberen de finish te halen. En die twee andere Maxen moeten iedereen doodmaken. Daar komt het op neer. We zijn met allemaal nieuwe mensen. Dus ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. En weer heet deze map Code Paus. Let's go. Gebruik natuurlijk de Code Paus. Maar ik zie jullie op het moment dat het potje gaat beginnen. En ondertussen kan ik natuurlijk alvast even Max selecteren. Oké, de tweede minigame gaat nu beginnen. Hopelijk is alles duidelijk uitgelegd. Er gaan er geen fouten komen. Oké, Shadows en Dionny, die moeten proberen ons allemaal te killen. Daar komt het op neer. Oké, we moeten dit dus proberen te overleven. B.A. Finn is daar trouwens al bijna dood. Dit is echt niet normaal. Wie gaat de race beginnen? Wie durft het te halen? Oké, er ging al iemand. Gaat hij dood? Gaat hij dood? Oh, dit is best wel grappig, man. Falco, die gaat denk ik daar nu dood. Die gaat inderdaad dood. En er is hier nog iemand. Weet je wat? Ik ga gewoon proberen. Iedereen die durft niet. Niemand die durft. Maar ik durf ook niet. Ik ga het proberen. Gadget erbij. Oké, hier moet ik nu ontwijken. Oh, nee. Ik heb het niet gehaald. Wat een geniale minigame is dit. Lol, en hij werkt ook nog. En je hebt hier en daar een paar obstakels. En ja, dit is geniaal. Maar nu, als ze nu met z'n allen gaan, maakt ze het meeste kans. Maar dat is het probleem. Ze gaan elkaar super ophalen. Dat is eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Want dan wordt het wel erg makkelijk. Dat ga ik zo meteen even zeggen. Maar ik vind het wel geniaal. Maar op deze manier blijven ze heel low. En zo meteen komt het gif. En dan moeten ze wel weg. Wat een geniaal idee is dit. En ik denk dat je dit nog veel uitgebreider kan maken. Dat je gewoon echt een heel ziek parcours... Dit is al een leuk parcours, gewoon een rondje. Maar ik denk dat je het nog zieker kan doen. Oké, daar gaan ze. Oh, Kim CP heeft het gehad. En ze hebben het gehad. Er zijn drie of vier die het hebben gehad. Maar ik zou even zeggen dat je niet je super op elkaar mag halen. Want dan wordt het net te makkelijk. Als Falco daar natuurlijk ook mee zit. Want hij heeft deze minigame bedacht. Maar wel zieke minigame. Ik vond hem echt heel leuk. We doen deze nog een keer. Oké, het laatste potje voor nu. Ik ga nu gewoon heel safe spelen. Net die wou ik zelf degene zijn die volop in de aanval ging. Heb ik er nu geen zin in. Ik ga nu gewoon lekker veilig spelen. En dan moet ik hier eventjes wachten, even schuilen. Oh, er is nu al iemand dood. Ze doen het al een stuk beter dan degene die net in het midden stonden. Ze doen het echt heel veel beter. Maar wie durft de run te maken? Gaan we nu? Ja. We maken nu de run. Oké, ik ga hier even schuilen. Of gaat Milan al meteen door? Milan die zit daar zo. Oké, ik ben nu al iets verder. Maar in het midden doen ze dan veel meer. Oh, dit is echt perfect. Oké, ik ga nu door. Ik wil die krachtpunt hebben. Die heb ik nu helaas niet. Maar we kunnen dit misschien nog halen. We kunnen mijn gadget inzetten. En dan hierachter. Oké. Ik heb nog één gadget. We zijn nog maar met z'n drieën. Oké, ik zou even smiley doen. Of ik wacht even totdat ze wat schoten hebben gelost. En dat ik dan tevoorschijn kom. Of die Milan die doet nu wel tricky. Ja, eigenlijk moet ik hebben dat ze eerst op een andere gaan. En dat ik dan tevoorschijn kom. Misschien dat die Milan... Daar komen ze net niet bij volgens mij, bij die Milan. Dus dat is wel een voordeel. Oké, zal ik het doen? Ik ga gewoon hier staan. Ik ga met Milan staan. En dan ga ik zo meteen die run proberen te maken. Come on. En dan ga ik hier schuilen. En dan heb ik dit nu gehaald. En dan ga ik het nu halen. Ja, ik heb het gehaald. Nice. Oh joh, deze run die was wel echt heel ziek. Oké, ik ging nu wat mee spelen. Ging goed. En nu is het wel heel nice. Oké, dit was een mooie afsluiting van deze minigame. Ik ga door naar de volgende minigame. Oké, we zijn ondertussen bij de volgende minigame beland. En dit is misschien nog wel de beste. De vorige was heel nice, maar deze wordt misschien nog beter. We hebben knokbal en alleen maar cactussen. Ik weet niet hoe die dit voor elkaar heeft gekregen. Maar blijkbaar kan je een hele map volgooien met cactussen. Je moet gewoon weg door banen, door die cactus heen. Met allemaal supers. En dan moet je daar proberen doorheen te komen. Bijvoorbeeld Brock, die maakt veel dingen kapot. Frank is ook een goeie. We gaan het gewoon zien. Dit wordt echt complete chaos. Ik denk dat deze ook heel nice gaat worden. Oké, let's go. Oh, dit wordt heerlijk, man. Oké, we hebben trouwens wel andere knokkers. We hebben Frank, El Primo. En ik kan trouwens mijn gadget inzetten. Boe! Maar we spawnen hier natuurlijk gewoon weer. En dan zometeen moeten hun allemaal hun super laden. Ik kan het trouwens hier even kill maken. En dan hier even mijn super weer inzetten.
top. En Falco kan nu zijn super inzetten. Maar ze komen daar natuurlijk alweer tevoorschijn. Dus dat is iets minder. Dit is echt compleet chaos. Dit is echt compleet chaos. Ik zal hier even mijn super inzetten. Oh nee, oh nee. Ja, gaan ze nu scoren? Gaan ze nu scoren? Ze gaan nu scoren, denk ik. Ja. Oh, dit is echt compleet chaos. Maar we staan hopeloos achter. Want hun hebben al vet veel van ons kapot gemaakt. Oké, dit ging nog goed. Dit ging nog goed. Er is trouwens ondertussen al iets meer ruimte. Dus dat scheelt. Ik zal even die bal vooruit pasen. En dan zet ik hier mijn super neer. En dan kunnen we hier misschien even hier ook nog een gadget neerzetten. Boom. En dan is hier de boel kapot. Ja, top. Ja, ik wil eigenlijk mijn super bewaren, top. Die heb ik nu nog. Die heb ik nu nog. En dan kan ik eventueel op die El Primo neerzetten. En dan kunnen we nu scoren. Hoppa! Hoppa, hoppa, hoppa. Het staat alweer 1-1. Was wel een beetje zonde van mijn super, maar ik had hem net ingedrukt. Ah, die Frank, die ga ik net niet ontwijken. Ik loop nu gewoon naar hem toe, want ik kon hem nu killen. Top. En nu zijn we wel in het voordeel, want nu is het in één keer een afstandsmap geworden. En niet meer voor dichtbij. Net waren hun in hun voordeel, maar dat gaat nu niet meer gebeuren. Gaat Falco scoren? Ah, nee, net niet, net niet. Ik zei, oh no! Net niet Frank gekild. Nee, 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 nee. Oké, dit gaat niet meer goed komen. Ik kan nog mijn... Nee, wat een complete chaos is dit. Geniaal. En het leuke is ook dat aan het begin is de map super klein. Maar daarna is het... kaart, kun je er maar goed door... Ja, ik keur hem wel goed. Ik vind hem geniaal. Ik vind hem geniaal. Oké, wat gaan we verder doen? Of zou ik nog een andere knokker selecteren? Misschien dan ook Frank? Of Shadows, die gaat Paco. Ik weet niet wat Falco gaat... Ja, dat kan ook. Ik ga dan wel even een potje met Frank. Oké, let's go. Volgend potje. We hebben compleet andere teams. Brock is inderdaad ook goed. Ik moet hier even de boek kapot maken. Oké, dit is een klein nadeeltje. We kunnen nu niks. We kunnen nu niks. Ik kom weer tot leven. En het voordeel is nu wel dat ik met mijn super ze allemaal in één keer kan pakken. Kijk, dit is chill. Dit is chill. Ik zal ze hier even... moet hier even de boel kapot maken. Oh nee, dan moet ik hier even die bal weg. En dan kunnen we nu scoren. Ja, we hebben gescoord. Oké, nice. Wat is dit? Een chaos, jongen. Dit is echt compleet chaos. Boom. Ja, ik heb ze alle drie. En no, ik ben meteen dood. No, ik had ze gewoon alle drie eventjes. Gelukkig hebben ze niet heel veel levens meer. Oké, Falco, die gaat nu geraakt worden. Dat is een nadeeltje. Maar hopelijk kan ik nu scoren via het muurtje. Oh no, no. Oh. Ik had gehoopt dat hij net iets meer opzij zou stappen. Dat ik zo via het muurtje kon scoren. Je kan wel lijpe tricks doen op deze manier. Die Tara kunnen we die hebben. Er komt trouwens zo meteen weer een knokker. Ja, dat is een El Primo. Dus moeten we een beetje vooruit kijken. Ik zal trouwens... Oh, dat maakt trouwens niet eens zo heel veel uit. Ik moet hier even de... Ah, dit gaat denk ik niet goed. Dit gaat niet goed. Want ze gaan natuurlijk die muurtjes lopen. Oké, dat is jammer. Dat is jammer. Het staat 1-1. Het staat 1-1. Oké, come on. Come on. Oké, nice. Dat scheelt. Dan gaan we eens kijken of we nu kunnen scoren. Dat zou mooi zijn. Ik zou even via het muurtje. Ah, nee. Weer net niet. Weer net niet. Donders. Waarom lukt het de hele tijd net niet? Oh, joh. Dit is echt irritant. Oké, ik moet eventjes healen. Ik wacht wel heel eventjes met schieten. En dan gaan we nu even de boel kapot maken hier zo. Die Tara is wel heel irritant. Doe je weinig aan. Nou, doe je wel wat aan. Gewoon die Tara killen. Maar dat gaat tot nu toe nog niet heel goed. Nee, nee. Ah, dit gaat niet meer goed komen. Nou, ben je verloren? Nee. Oké, ik wil één keertje winnen. We gaan gewoon nog even door. We gaan nog eventjes door. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Oh, we zijn weer... hun hebben gewoon een Carol. Dat is eigenlijk ook wel slim. Het is gewoon naar elkaar toe rennen en gewoon zoveel mogelijk hits doen. Daar komt het gewoon op neer. Oké, we zijn allemaal dood. Maar dat maakt in principe nog niet heel veel uit. Want ze kunnen nu toch niet zo heel veel. Wat gaat die Shelly doen? Die kan ook nog niet zoveel. Ik heb nu mijn super. Dus dat is wel chill. Falco, die gaat daarheen. Ik zal even die bal pasen. Hoppa, en dan kunnen ze nu wel scoren. Ja, nice. En gewoon met mijn super. Ja, mijn super verkloot. Maar ja, is niet anders. Ik zal hier even... Ik moet hier weg. En dat was een beetje zonde. Die Shelly, die doet wel echt veel damage, jongen. Oké, maar we moeten dit nog even overleven. Ja, dit is handig. Want dan kom ik nu tot leven. Heb ik even shield. En dan kan het nu... Ja, dan moet het nu wel goed komen. 4. Deze. Boom, 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 boom. En dan is hij al primo bijna dood.
Ik kan nu niet zoveel, Wel, Primo gaat scoren. Ja, dan hebben we toch nog even een potje gewonnen. Heel nice. Al deze minigame en die race met Maxen vond ik allebei super nice. Vond ik echt heel ziek. En die andere minigame was ook leuk, maar die moest nog net iets beter ontwikkeld worden. In ieder geval, deze twee waren echt perfect. Die waren perfect. Maar dit was voor deze video. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Als jullie hebben genoten, vergeet allemaal niet natuurlijk dat duimpje omhoog achter te laten. En check natuurlijk Bouwzame Kleding. Link staat in de beschrijving. Ga naar bouws.nl. Maar dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!